Mooi om te zien ook de emotie. Dit is prachtig. Tjerny die geëmotioneerd kijkt naar hoe zijn ploeggenoten hem een hart onder de riem steken. Lange revalidatie nog te gaan. En zeer geliefd nu al in Enschede. U ziet de opstelling. Het plek is weer zoals respect. U heeft de uitleg van Ron Jans gehoord waarom hij ervoor krijgt boven Markelo daar. Bos erbij op het middenveld. Omdat Roemerato ook wat last had eerder in de week van een teen. Die zit dus op de bank. Scheidsrechter van de Kerkhof. En daar VVV. Dat meer is dan alleen maar Giacomakis. Maar het scheelt natuurlijk niet zo heel veel als je kijkt naar de doelpunten dit seizoen. Van Krooy is er weer bij. Van de vorige competitiewedstrijd betekent dus dat hij speelt. Vito van Krooy en dat Roemer op de bank zit. En verder is daar niet al te veel reden om iets te wijzigen. Lindhorst is ook weer beschikbaar. Zit op de bank. Naar de oud-keeper van Twente. Hans de Koning. Als keeperstrainer hier nog gewerkt. Zeer geliefd onder de supporters van FC Twente. Zerouki. Dat is dan niet helemaal lekker. Post onder druk. Menig. Danilo laat slim lopen. Ilić. Danilo. Vlag blijft omlaag. Met de redding daar van Kiersbaum. Daar was de eerste grote kans voor Danilo. Die niet heel lekker het seizoen heeft hervat. In 2021. Daar de nieuwe man van de rechterflank, Luciano Narsing, overgekomen van Feyenoord. Hij gaat menig. Goed gelopen. Nog niemand van Twente voor het doel, dus het is even wachten op ondersteuning. Die is er nu. Small heeft een goed schot. Dus probeert hij het zelf ook maar eens. Hè. Een paar ploeggenoten hadden bij voorzet gerekend. Ja. Nieuwe aanwinst. De man die er allemaal voor verantwoordelijk is bij VVV Valks. Die dus Donis binnen heeft gehaald. Harde schreeuw. Niks aan de hand. Ilić. Met bal. Er langs. Van Leeuwen. Ruimte ligt er vooral aan de andere kant. Dan kan Posme het al meegeven aan Small. Small schiet zelf. Dan is het wel weer een redding. Maar op deze poging niet zo heel erg voor de hand. Hele makkelijke bal voor Dekker. Die komt er langs bij Small. Geen overtreding. Bos. Danilo draait weg. Danilo met de schietkans en de redding van Kiersbaum. Bij VVV mopperen ze nog. Die willen een vrije trap voor Dekker. Nou, die gaat er niet alsnog komen uiteraard. Wordt vastgehouden. Dan een Bos met een duwtje. De Kerkhof zegt, ga maar door. Dan heeft Danilo hier de ruimte. Schiet hij toch wat gehaast. Lijkt toch nog wel een metertje extra te kunnen pakken. Ilić, menig. Pik door Gouwara. Vlag blijft voorlopig omlaag voor Giacomakis. Nee, is alleen. Ja. Hij heeft wel wat mensen van Twente bij zich. Hij heeft wel geen ploeggenoten om zich heen. Een van de oorzaken ervan was trouwens dat John nog steeds in eerste instantie op de grond lag, omdat hij last had van zijn voet. Menig. Van Leeuwen. Danilo. Menig. Draaien en schieten. Dat is wel een goede actie. Maar het levert niet 1-0 op. Goed gedaan. Door Menig. Schuift hem net naast. Schotje. Nummer 6. Trouwens Ilić. Menig.
Schotje recht in de handen van Kiersbaan. Nu is Van Leeuwen weer met de bal vandoor, maar uiteraard wel meteen weer twee mensen van VVV op hem af. Dat is een goed balletje op Menig, die kan hem meegeven aan Bos. Probeert het zelf. Goed, Van Drommel en Van Krooij is zijn geveldenvegen te bekennen, dus heeft smal ruimte. Deze bal komt er niet van aan. Menig, Van Leeuwen. Danilo loert op een kansje, dat komt er niet. Het is een slapschot van Van Leeuwen. Masjas. Kap dan om de voorzet te geven, maar op dat moment gaat Dekker naar de grasmat. Wat is daar gebeurd? Gaat naar zijn hamstring, eigenlijk uit het niets. Sneu voor Dekker. Pagoniek vervangt hem. Ze lopen elkaar wat in de weg. Zerouki en Legazuelo. Het leidt uiteindelijk tot een vrije trap. Wat eigenlijk vrij makkelijk opgelost moet worden achterin bij Twente. Op het moment dat Legazuelo die bal weg wil koppen, is Zerouki daar opeens. Dan is de vrije trap dus voor VVV. In een wedstrijd waar VVV nog niks heeft weten af te dwingen, is dit misschien wel de eerste mogelijkheid. En de bal is makkelijk voor Drommel. Je ziet hem goed aankomen. Gelmi. Ilic, Smol. En die bal valt er bijna in. Ik weet niet of dit een poging ineens was of een hele slechte voorzet. Hoopt toch eigenlijk maar op het eerste. De entree van Narsing als speler van FC Twente. Overgekomen van Feyenoord na het wegvallen van Tjerni. Werd er gezocht naar een nieuwe man voor die rechterkant. En het is dus Narsing geworden. Gretig, zo zei Ron Jans, bleek uit de gesprekken die hij met Narsing had gehad. Hij wil zich bewijzen, wil bepalend zijn voor Twente. Ilic, Romeratu. Smal, goeie bal dit. Tikje is ook handig op Danilo uiteindelijk, van Bos. Danilo krijgt hem net niet bij Menig. Hier is Smal er langs, heeft hij het overzicht? Ja, want daar is de kans en dan schiet hij hem net naast Danilo. Dat is zijn derde kans. Goeie actie van Smal. Goeie voorzet. Op zoek naar dat doelpunt. Op zoek naar zijn 12e. Nu al een tijdje. Pagoniek. Was goed. Langs Piri. Voorzet is goed. En is dat een overtreding? Nee. Er is wat contact. Plegezuelo gebruikt zijn hand. Het is heel licht. Ik snap echt wel dat Van der Kerkhof dat niks vindt. Pagoni. Nog eens Pagoniek. En dat is een goede voorzet. En daar is de redding van Drommel heel erg nodig. Op de inzet van Hunten. We hebben er 71 minuten op moeten wachten. Maar is VVV dan? Net was er al het penalty claim van Hunten. Dat was al een aardige aanval. Nu deze kans voor Hunten. Ze doen mee. Ze kunnen ook aanvallen. Voorzet van Narsing is goed. En de omhaal van Danilo. Hij wordt dan bestraft. Hij krijgt daarvoor ook nog geel. Hij kijkt naar de bal. We zien natuurlijk niet dat daar nog post komt. Masjas. Dat is goed. Pagoniek. Weer een goede voorzet van hem. Ja. Daar is weer Hunten. En nu is het wel raak. Ze combineerden al één keer tot een kans waar Drommel wel het antwoord op had. Nu moet hij het antwoord schuldig blijven.
De invallers bij VVV. En één waarschuwing dus niet aan Twente besteed. Het is typisch VVV dit seizoen. Want je ziet ze heel lang niet hoor, aanvallend. Ze doen heel lang heel weinig. Maar dit is de tweede goede aanval eigenlijk in de wedstrijd van de ploeg van de Koning. En die is wel raak. Weer Pagonik, weer op Hunten. Dit is ook een hele goede steekpaas natuurlijk op de rechtsback. En feilloos ingeschoten. En dan krijgen we een debutant, Christos Donis. Over wie in ieder geval het mooie feitje te vertellen dat zijn vader de eerste Griek ooit was in de Premier League. Dus hij komt uit een voetballende familie. En ja, ik kan me niet voorstellen dat die quiz ooit wordt gesteld. Wie was de eerste Griek ooit in de Premier League? Maar gewoon Donis opschrijven, dan is het dus goed. Giacomakis. Ja, krijg hem maar eens van de bal. Weer een harde schreeuw. Die weer toch amper te worden geraakt. Staat ook alweer. Theater erg nadrukkelijk aanwezig vandaag bij de topscorer. Daar is toch weer bijna een doelpunt van VVV. Het is dat Drommel die van Krooij voorkomt. Er staan genoeg mensen om iets te doen met een goede voorzet. Maar komt die goede voorzet er ook? Het wordt een corner. Dat is dan de laatste kans. Dus nog één keer Drommel mee. Smal gaat hem nemen. Dit is de allerlaatste kans, dus dat moet de trap van Smal nu goed zijn. Als ze wat willen. Smal brengt hem wel goed voor. Daar is Drommel en daar is wel een kopbal. Maar meer ook niet. En dus wint VVV in Enschede. Het heeft heel lang alleen maar tegengehouden. Heeft twee kansen gecreëerd. Die waren allebei voor Hunten. Allebei op aangeven van Pagonik. En de tweede werd benut. Het is de tactiek die zich heeft uitbetaald. En zo pakt VVV verrassend drie punten in Enschede.